De christelijke gouverneur van Jakarta, Ahok, is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar wegens godslastering. Ahok zou de islam beledigd hebben. Nederland is een mooi land met godsdienstvrijheid verankerd in onze grondwet. Een groot goed, maar niet vanzelfsprekend. Dat zien we nu in Indonesië. De christelijke gouverneur van Jakarta, Ahok, deed tijdens zijn verkiezingscampagne een uitspraak waardoor hij veroordeeld is voor godslastering. Hij zei dat de Koran moslims niet verbiedt om op een niet-moslim te stemmen. Onder druk van radicale islamisten is de gouverneur Ahok tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. 2 jaar beroofd van zijn vrijheid. Het is een grote stap terug voor Indonesië, waar godsdienstvrijheid in de grondwet verankerd is. In het grootste moslimland ter wereld lijkt dit een overwinning voor de radicale islam. De ChristenUnie roept de president van Indonesië, Widodo, op om de gouverneur vrij te laten door middel van een petitie. Komt u ook op voor die godsdienstvrijheid en voor de vrijlating van gouverneur Ahok? Teken dan met mij deze petitie. Ik dank u wel.